Oh, en weer speelt hij hem terug in het racket van Djokovic, die daar eigenlijk maar heel weinig mee doet. 4-4 nu. Ja, en daar is dan de break. De eerste break ook van de wedstrijd. En hij valt op een heel, heel belangrijk moment in de 11e game. En met een ace. Zijn derde van de wedstrijd maakt hij de eerste set uit. Wint hem met 7-5. Na toch regelmatig achter te hebben gestaan. In punten, in games, in eigen service games in deze set. Breekpunt in de openingsgame van de tweede set. En die is uit. En zo levert Novak Djokovic al heel vroeg in de tweede set zijn service game in. Ja hoor, ik ga rustig de hoek uitzoeken. Zag in zijn ooghoek dat Djokovic zijn backhand hoek inschoot. En de smash is raak. Federer breekt voor de tweede maal in deze set en loopt uit naar een 4-1 voorsprong. Ja, zal toch niet op het allerlaatste moment nog even iets blesseren? Nee. Niet het geval, gelukkig. 40-0 nu en 3 matchpoints voor Roger Federer. En hier is de winst. En hij neemt revanche. Op de wedstrijd, de verloren partij bij de US Open 2010 dit jaar. Speelde een goede wedstrijd, Roger Federer. Moeizaam wel in de eerste set. Vooral de eerste helft van de eerste set. Daarin was Djokovic goed. Maar hij herstelde zich. Die zal je blesseren, zeg maar. De wedstrijd struikelt over de netpaal. En kan vervolgens niet spelen. Nou, dat gebeurt natuurlijk allemaal niet. Hij wint met 7-5, 6-4. Tweede set was uitstekend. Was ook veel beter qua service van deze man. En hij gaat dus morgen spelen tegen Andy Murray in de finale van dit Masters toernooi van Shanghai. Djokovic neemt afscheid. Vorige week won hij in Beijing. En nu een halve finale plaats gehaald. En hij kan ook terugkijken op een goed toernooi. Hij is ook in ieder geval gekwalificeerd, evenals Federer, voor de ATP Tour Finals in Londen. Net als Rafa Nadal en Andy Murray. Die vier zijn al geplaatst. En die kunt u overigens hier ook bij ons op Sport 1 gaan zien in november.